Maar hij doet dat nu ook openlijk via dat briefje. Ik zal hem even voorlezen. Ja. Kop is excuus. Mij is veel gevraagd hoe ik erop terugkijk dat ik in het debat over de eerste informatieronde heb verteld dat de dienstauto van de informateur was gebruikt. Ik hecht eraan te stellen dat ik dat niet had moeten doen. Het was onnodig en misplaatst. Ik heb er nadien daarom persoonlijk mijn excuses voor gemaakt bij Pieter Omtzigt en herhaal die graag publiek. Sorry Pieter. R. Plasterk, Amsterdam. Ja. Nou, en dat Plasterk zo openlijk sorry zegt, is geen toeval, zegt de politiek commentator van die krant, van de Telegraaf, Wouter de Winter. Kennelijk heeft Plasterk gemeend dat het noodzakelijk is om dat op een of andere manier publiekelijk te doen. En hoe doe je dat op een fatsoenlijke manier? Uiteraard in de, wat u zegt, pagina van de Telegraaf. Maar daardoor krijg je een bijzondere situatie dat de verondersteld premier, de beoogd premier, want we weten dat zijn naam door Geert Wilders tegen de partijleiders is genoemd, dat die een ingezonden brief moet sturen om een van die partijleiders ook het idee te geven dat hij die excuses echt meent. En dat ook heel Nederland inmiddels weet dat Plasterk dus door het stof is gegaan voor Omtzigt. Ja, het is ook een beetje de huiskrant van Ronald Plasterk, want hij was de columnist. Mm-hmm. En heeft nu dus ook een ingezonden briefje gestuurd, de PvdA'er in de Telegraaf. Vraag me ook een beetje af, is dat nou heel erg vrijwillig gedaan? Of zou Omtzigt hebben gezegd van, joh, als je het echt meent, dan doe je het ook even openbaar. Nou, ik denk dat Omtzigt dat sowieso niet heeft gezegd, maar misschien heeft Wilders dat wel gezegd. Want doe het even openbaar, zorg dat de lucht geklaard wordt. Ja. Maar ik vraag me af of het werkt. We gaan het zien. En we gaan er ook later in deze uitzending uiteraard aandacht aan besteden. Toch dat akkoord, gisteren gepresenteerd. Het hoofdlijnenakkoord Hoop, Lef en Trots van PVV, VVD, NSC en BBB kan op de eerste dag uiteraard op veel kritiek rekenen van de oppositie. Een korte samenvatting. Je mag dus straks gewoon weer meer stront uitrijden over ons land. Dan mag je ook nog rode diesel voor in je tractor stoppen. Er zit wel een aantal dingen in waar we het mee eens zijn. Dus het is niet alleen maar kommer en kwel. Ik vind het heel opvallend dat er niks in staat over pensioenen. Over het verlagen van de AOW-leeftijd of een regeling om vervroegd uit te kunnen treden voor zware beroepen. Het is voor mij vooral een akkoord vol met luchtkastelen gebouwd op financieel drijfzand. Ja, we hoorden hier, geloof ik, Rob Jetten, Henry Bontebal en Jimmy Dijk van de SP. Het was een compilatie van Nieuwsuur. En dat terwijl uiteraard de vier beoogde coalitiepartijen zelf zeer enthousiast waren gisteren. We schrijven geschiedenis vandaag. Dat doen we met elkaar als vier partijen. Een samenwerking waar ik me zeer op verheug. En de zon gaat weer schijnen in Nederland. Ja. En Nederland weer van ons, waren de woorden van Geert Wilders van de PVV gisteren. Nu dus volgende week eerst een Kamerdebat. Dan wordt waarschijnlijk een formateur aangewezen, te weten Richard van Zwol. En die zegt van, het gaat toch wel een week of 4, 5 duren nog voordat we weer een stap verder gaan. Want ja, er moet dus nu een premier bij gezocht worden. Waarschijnlijk Ronald Plasterk. Mm-hmm. Maar die moet zich dan ook weer in dat proces helemaal gaan verdiepen. Er moet een hele ploeg worden opgesteld. Dus even geduld nog, AUB. Ja, het nieuwe kabinet kan al wel rekenen op steun van de meeste kiezers. Blijkt althans uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. De helft van het panel zegt blij te zijn dat PVV, VVD, NSC en BBB de coalitie gaan vormen. 14% baalt en de rest noemt het oké. Dus die zijn redelijk oké daarmee. Die laatste groep geeft de partijen dus het voordeel van de twijfel. Ook zijn de kiezers eensgezind over veel thema's. Ruim 80% vindt bijvoorbeeld dat het defensiebudget inderdaad moet gaan voldoen aan de NAVO-normen. Die schrijven voor dat Nederland 2% van het bruto binnenlands product moet besteden aan het leger. En ook zijn veel kiezers het eens met het uitdelen van de zwaardere straffen voor ernstige misdrijven. Ook de strengere maatregelen op het gebied van migratie en ook het aanwijzen van nieuwe plekken waar weer gebouwd mag worden. Maar goed, hoewel er wel steun is, denkt 26% van de kiezers niet dat ze het heel lang zullen volhouden. Dus goede ideeën, maar misschien weinig uitvoerbaar, dus een snelle val van het kabinet? Wie weet. Het CPB heeft inmiddels laten weten, Centraal Planbureau, dat zij een snelle berekening gaan maken van dat hoofdlijnenakkoord. En die snelle berekening is komende woensdag klaar. Als de Kamer met de coalitiepartijen gaat debatteren, worden gisterochtend al de oproep van demissionair staatssecretaris en Tweede Kamerlid Hans Velbrief van D66 en Pieter Grimwis van de ChristenUnie, dat zij het CPB gevraagd hebben om dat hoofdlijnenakkoord door te rekenen, want zij zijn nog niet echt overtuigd van de cijfers die er staan. Inmiddels is daar ook steun van bijvoorbeeld van Kamerlid Jesse Klaver van GroenLinks PvdA. Nou, het gaat er dus komen. CPB gaat het nu doorberekenen. En woensdag zijn die cijfers er.
Dan is er natuurlijk wel veel kritiek en verbijstering over het feit dat die spreidingswet weer wordt ingetrokken nog voordat die daadwerkelijk voet aan de grond kreeg, terwijl het wel door de Tweede en Eerste Kamer is gekomen. Zo ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de VNG, die is erg bezorgd over de plannen om het in te trekken. In het akkoord staat dat de wet die asielzoekers dus eerlijker over het land moeten gaan spreiden, dat die dus wordt geschrapt. VNG-baas Leonard Geluk is er niet blij mee. Hij zegt de consequenties van dit plan komen bij ons, bij de gemeente, terecht. Volgens hem zal het vrij stevig beleid op asielgebied zorgen dat mensen niet meer worden opgevangen, dat er geen huisvesting meer is voor die mensen. En ja, gemeenten die kunnen daar de problemen eigenlijk gewoon niet van dragen. Dus buitengewoon zorgelijk, zegt hij. En oud-minister en VVD-prominent Henk Kamp. Ach, daar is hij weer. Daar is hij weer. Ja. Die kan zich wel vinden in de migratieplannen van de coalitie. Wat erin staat is dat er gesproken moet worden over modernisering van het vluchtelingenverdrag. Ja. En Nederland is niet het enige land dat dat wil. Er staat ook in dat er gepraat moet worden in de EU over een opt-out voor Nederland voor wat betreft asiel en migratie. Ja. Denemarken heeft dat. Landen als Polen, ja, Slowakije, Hongarije, hoe die zich in de EU opstellen. Ja, Nederland mag ook best wat kritischer zijn in die EU en zeggen van dit is voor ons nou heel belangrijk. Wij willen hier een opt-out en dat het kabinet daaraan wil gaan trekken vind ik heel verstandig. Nou, dat zei hij gisteravond in Op1. En tot slot nog even naar Malik Asmani, de Europees lijsttrekker van de VVD. Die heeft gezegd in de EU niet met de PVV te willen samenwerken. Hij zei alleen te willen samenwerken met partijen die Europa willen versterken in plaats van ze te verzwakken. PVV maakt in Europa deel uit van de ID-fractie, staat voor Identiteit en Democratie. En zolang dat het geval is, zal die niet met de PVV gaan samenwerken. Overigens wilde hij verder niet ingaan op dat hoofdlijnenakkoord, maar we hoorden gisteren ook al, in Europa zal dit toch voor wat spanning gaan zorgen. Zeker bij de Renew-fractie, waar de VVD dus in zit. Die heeft ook vorige week nog een keer eens laten weten, dat gaan we niet doen, we gaan niet met partijen als de PVV samenwerken. Nou, de vraag is een beetje welk gevolg dit hoofdlijnenakkoord in Nederland dus heeft voor de politieke verhoudingen in Brussel.